de boog niet altijd gespannen kan staan, nemen we u nog mee naar een lachclub. Het fenomeen is nieuw in Vlaanderen, maar wereldwijd zijn er al zo'n 2000. 10 jaar geleden zijn ze ontstaan in India en vandaar overgewaaid naar tal van andere landen. En dit weekend organiseren de Vlaamse lachclubs hun nationale lachdag in Gent. En dat is niet om te lachen. Dirk Barré. Een trouwe lachster. Hallo. Aangenaam. Hallo. Lachclub, dat zijn eigenlijk, zijn mensen die samenkomen om te lachen. Eigenlijk is dat zeer eenvoudig. We hebben eigenlijk geleerd van alleen maar te lachen als we ons zeer goed voelen, als we ons gelukkig voelen of als er iets plezants vertelt of iets plezants gebeurt. Nu, we voelen ons niet altijd gelukkig en voelen ons niet altijd goed en er gebeuren weinig zaken om mee te lachen. Daardoor lachen we eigenlijk veel te weinig. En dan gaan we eerst golen. Lachen is gezond en als we veel lachen, dan zien we de dingen eigenlijk van hun blije kant. Dat klopt ook. We worden eigenlijk gelukkig als we lachen. Dus we gaan er vandaag iets aan doen. En we gaan samen. Dat is waar. En veel mensen weten dat niet. Dat je niet alleen lacht als je blij bent, maar ook blij wordt als je lacht. We gaan ons ook allemaal belachelijk maken. Maar iedereen maakt zich belachelijk hier is en het is hier niemand die het ziet. Dat komt nu heel kunstmatig over, maar eigenlijk maakt dat niet uit. Want ook een gemaakte glimlach of een schaterlach heeft eigenlijk al die prettige neveneffecten. Je ziet ook dat lachen heel aanstekelijk is. Hè? Zien lachen doet echt lachen. Ik ben zelf een heel sceptisch en zo nogal mee. Allee, met mijn voeten op de grond. Maar ik moet zeggen, als je het meedoet en als je het echt volledig een keer je laat gaan erin en je doet de spelletjes mee, dat je toch wel heel ontspannen voelt achteraf. Ik ga naar mijn werk smorgen, ik doe lachoefeningen, ik ga 10 minuten te voet. De keer dat ik uit het centrum ben, doe ik... Ik kom alle dagen met een smile op mijn werk, met mijn collega's zeggen waar doet het. Ik heb de griep gehad voor een week en ik leg dat in de put. Ik gooi mijn griep in de put en we lachen allemaal samen. Hij stelt een heel andere manier voor van denken over en omgaan met vervelende dingen. Hè? Hier introduceert hij gewoon het element van... Je kunt daar eens goed mee lachen met dingen waarvan je spontaan zou denken dat het je zorgen of verdriet of kwaadheid bezorgt. Met een voet. Ik was er aan toe. Na de perikelen met mijn voet van de laatste maand was ik er gewoon aan toe. Zeg ik 3, 2, 1, start. We lachen eigenlijk niet zoveel in onze cultuur. Je moet maar eens op straat rondkijken naar de gezichten die de mensen trekken. Er wordt eigenlijk heel weinig gelachen. En dat is niet zo slim, want als we wat vaker zouden lachen, dan zouden we ons ook gelukkiger voelen. En we lachen. Het is puur genieten. Zo, en je neemt dat ook mee naar huis. Ik ben thuisgekomen vol energie en dagenlang voelt je dat. Lachclubs, dat is eigenlijk helemaal geen onzin. Want doordat we zo weinig lachen, is het sowieso goed voor ons om dat wat vaker te doen. Het heeft ook nut om dat met een groep mensen samen te doen. Want als je alleen in je badkamer je voorneemt om eens een paar minuten te lachen, ja, dan komt dat er vaak niet van. Ik heb er straks gehoord dat er een hele goede kennis verongelukt is. Maar dan heb ik ook weer eens ontdekt dat verdriet en plezier en geluk en zo... en tranen, dat eigenlijk heel dicht bij elkaar hangt. Maar ik heb toch kunnen lachen. En ik heb dat eigenlijk gewoon voor Roger gedaan.